Gewoon inwenders van Wierum kennen haar totaal net fine in de plan van het wetterskip om de zeediek bij het warp te verstevigen. Daarom weer er een ludiek protest. De initiatiefnemers zoeken alternatieve oplossings. Eigenlijk zegt het bordje wat we hier hebben al genoeg. Wij willen gewoon geen muur in Wierum als de dijkverhoging en de dijkverzwaring aan de gang is. We willen eigenlijk dat er naar de bewoners geluisterd wordt. En dat we met het wetterskip in gesprek gaan in plaats van dat het maar over ons heen gegooid wordt. Het lijkt er een beetje op van 300 bewoners. Daar hebben we niet zoveel last van. Dus we gaan een simpele oplossing kiezen. En we willen gewoon een mooie oplossing. We willen natuurlijk een veilige dijk. Maar wel een mooie oplossing die ook bij het dorp past. En die het dorpsgezicht niet aantast. Dat is eigenlijk wat wij willen. Ja, en wat is het wetterskip van plan dan? Nou, deze actie is eigenlijk ontstaan door de onduidelijkheid van wetterskip. Die is gekomen en die heeft meerdere verhalen verteld. Eén zegt A, ander zegt B. En op een gegeven moment zeiden tegen me, ja jongens, dit willen we allemaal niet. He, bijvoorbeeld ook het verhaal van de muur, dat die een muur geplaatst zou worden. En ik zei, jongens, hallo, dan gaat het hele aanzicht van Wierum, die gaat gewoon kapot. En terwijl dus eigenlijk, door dezelfde mensen ook wordt verteld, we hebben een goedkopere oplossing. We kunnen ook buitendijks gaan. Overal wordt het gedaan. Daar ligt een kwelder. Als je daar die hoofden verlengt, krijg je hier automatisch land. En dan kan je dus een mooie groene dijk maken aan de buitenkant. Meer vogels, meer diversiteit, bloemen, dat wat we willen. En daarom, maar dat is natuurgebied, het kan niet. Ja, dan moet je toch even met de Rijkswaterstaat gaan overleggen. Ja, en wanneer zou het wetterskip hiermee beginnen willen? Even kijken, 2022, 2023 wordt er waarschijnlijk met de bewoners gepraat. Vond ik ook niet zo'n goede opmerking. En vanaf 24 beginnen ze hier met de strekken wijzen dan overal te bouwen. Maar we hebben gewoon gevraagd, we hebben een brief gestuurd naar de wetverschrift, waar we eigenlijk gewoon teleurgesteld zijn hoe ze het gebracht hebben. We willen gewoon een duidelijk plan van hun hebben waar we ook inspraak hebben. Want ook wij hebben ideeën, de worst case ideeën hebben we zelfs. Maar daar wordt allemaal niet naar geluisterd. Dat is gewoon jammer. En dan nou een soort van demonstratie. Dit is eigenlijk gewoon een ludieke actie. We hebben op een gegeven moment gezegd van, hé jongens, je kan heel moeilijk gaan protesteren, maar het is een ludieke actie, dwars liggen door de dijk. Het werkt niet helemaal mee. Maar goed, ik ben nou heel blij om eens te kijken wat de opkomst zou hebben. Zo belangrijk vindt Wierum dat ze het aanzicht willen behouden. Dit mag niet weggaan, jongens. Net alle Wierumers typ je trouwens deze actie. Ik denk dat de poppenkast net op. Ik had het net, maar sensatie denk ik.